paar keer gezegd tegen hem. Ik zeg, luister, Steven, ja, maar ik wil een warmkast. Ik zeg, ik wil geen warmkast, ik wil een fatsoenlijke warmtepas. Maar je, elke chef, dus het allerbelangrijkste is zijn warmtepas. Ja. Waar je gewoon je gerechten onder maakt. Hoe moet ik nou een bordje? Ik heb hier een koud bordje. Hier, komt een bordje. Zo. En dan heb ik vier bordjes. Waar moet ik nou gaan staan? Hier, met een koud bord. En dan komt er een gerechtje. Ja, waar moet ik heen? Het gaat helemaal niet, dit. Ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar... En dan kan ik zeggen, ja, ik kan het niet. Ik heb niet echt stress, maar het is gewoon veel. En dan denk ik, ja, waarom moet het nou altijd op het laatste moment alles zo, op het allerlaatste moment? Ik ben heel blij met de mensen om me heen ook allemaal. Zonder dat hij te checken dat die dingen, die Steen, die kan het helemaal niet hebben. Nee, Steen kan het helemaal niet hebben. Het zijn allemaal je dure spulletjes en je dingetjes en waar je jarenlang voor gewerkt hebt en allemaal. En alles op het allerlaatste moment bij iedereen. Kijk, 24 uur van tevoren zo. Snap je? 24 uur nog. Snap je? Kijk hier, de keuken. Wat de helft dingen, de dingen van de keuken zijn niet geleverd allemaal. Ja, zes weken levertijd, ja. What the fuck, weet je wel? Je weet toch al om 2 jaar dat het allemaal zo is? Ja, kun je hem pas inmeten, ja. Volgens mij ga ik vannacht poetsen. Krijg je dit als ontbijtruimte eigenlijk. Kunnen dadelijk ook kleine aperitieven gedronken worden. Kleine kookdemo's, een semi-professionele keuken. Moet nog opgehangen worden. Mensen 's morgens lekker die worsten proeven allemaal. Alleen het gaat niet over één nacht ijs. Ik had gedacht dat het veel werk was. Maar het heeft heel veel voet in aarde. Ik ben nog... We zijn ook nog niet klaar. Ja, er zit een afsleutel. Hang ik je dit aan, dan weet je, hey, dan rol je sleuteltip mee af. Een beetje groen hetzelfde, wat ik groen heb gemaakt. Snap je? En waar moet ik dat in godsnaam afsluiten dan? Ja, in de meterkast. Oh. Maar jij hoeft dat nooit te doen, denk ik. Kijk. Daar word ik blij van. Iedereen heeft saltoglazen, maar dit maakt het onderscheid. Ja, de mannen zijn bezig, hè? Zie je. Hè? Alle flesjes worden heerlijk ingeruimd. Stress? Ja, stress. Weet je, wat is stress? Moet ik tegen die zo... Godverdomme, schiet op! Dat heeft toch geen nut? Het heeft geen nut. Ja, je moet gewoon rustig blijven. Je moet gewoon relaxed blijven en ze weten echt allemaal wat ze doen. Alleen die puinhoop, die rotzooi, jongens. Hoe krijg ik het dadelijk in 24 uur schoon? Hoe krijg ik het hier schoon? Het is ook een deel, een tevast stuk eigenlijk, van een vriend van mij eigenlijk, René. Die verzamelt allemaal dingen en die vond dit echt een enorm cadeau om het geluk van engelen boven de deur te blijven hangen. De hoofdlijnen zijn exact zo geworden als gepland.
je proeft het in de ruimte. We hebben de zwevende vloer erin gelegd. Onder en boven is verbonden met zichtlijnen. De brute stalen trap, de loopbrug met de bar. De keuken staat daar exact tegenover. Je ziet heel veel als gast ook. Je hebt twee vleugels. Je hebt tegelijkertijd heel veel privacy. Tafels verder uit elkaar geplaatst. En ik denk dat met name de sfeer heel goed naar voren komt. Authentieke van de balken, heel mooi aangelicht. Natuurlijk wel wat gelikte materialen ingebracht. Als de marmeren tafels die zelf ontworpen zijn. Het geeft een stuk minimal luxury, hè, waar ik natuurlijk voorstander van ben. Ja. Ik denk dat het gebouw zoveel sfeer heeft dat we dat vooral moeten laten spreken. En ik hoop dat we het zo kunnen houden. Ik heb eigenlijk alles. Ik heb keuken, ik heb eten, ik heb een kind, liefde. Ik heb alles wat ik mag hebben, ja. Ja. Het is als een gerecht, hè. Het moet gewoon echt groeien. Ons ontwerp, waar ik ook wel een beetje ons mag zeggen, is het eerste ontwerp was totaal afgekeurd. Dat heeft Niels heel veel voet aan de aarde moeten brengen om zichzelf weer helemaal te herpakken. Want dit zou eigenlijk mijn privé eerst worden. En uiteindelijk, omdat er een geurlijn was, mochten we dit niet doen. Dus moest hij eigenlijk zichzelf helemaal herpakken. Achteraf is het heel goed geweest, want we hebben de routing omgegooid. En, We hebben een grote discussie gehad. En daar hebben we maanden over gedaan. Verven of niet verven. Oh ja, de muren. Uiteindelijk heeft hij overal gelijk in gekregen. Behalve over de muren. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed staat op deze manier. Ja. Is het uitgekomen, want je zei in de eerste aflevering, ja, ik ga een van de 10 mooiste restaurants van Europa maken. Dat is wel wat. Dat is een uitspraak die nog een beetje ego is, die ik toen de tijd deed. Maar ik blijf wel bij mijn standpunt, want ik heb mijn vrienden van Johnny Therese, Flip World Foodie, Herman, alles hier zitten en die zeggen, dit is wel een van de mooiste restaurants wat ik ooit gezien heb. Dus laten we het daar maar ophouden. Is toch heerlijk? Zie je jezelf hier al, bij wijze van spreken, over zoveel jaar oud worden? Of zou je toch nog eens een bevlieging kunnen krijgen? Want kom, ik ga over 5 jaar beginnen in de Provence. Nee, ik ga niet in de Provence beginnen. Of Ibiza. Ibiza wel, ja. Ja. Mensen praten altijd over het party-eiland Ibiza. Maar ik ken Ibiza natuurlijk met een aantal andere mensen. Ik ken Ibiza als het leukste en het fijnste vakantieland waar je maar kan zijn op je thuisfront. Dus op je thuisfront heb je, als je 2 uur mag reizen vanuit je thuisfront ergens anders heen, dan vind ik dat heel fijn. En ik zie mezelf over 10 jaar wel een volgend concept in Ibiza doen al, ja. Dan gaat mijn jonge mensen die ik getraind heb, die mogen Brut doen. Ik blijf Brut erbij houden, ze hoeven niks ervoor te betalen. Ze mogen alleen huur betalen. En ik blijf hier en ik ben met een ontbijt koffiebarretje op Ibiza te vinden, ja, denk ik wel. Als oudere hippie, zou ik maar zeggen. Ja, grijze haren zijn er al langzaam.